Sjoma. Hij gaat meteen plassen. De wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari zit erop. Een hele goede middag allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog, jongens. Vandaag ben ik best wel een beetje dead, bro, want ik heb gisteren natuurlijk een leuk feestje gehad. Maar dat neemt niet weg dat we vandaag natuurlijk gewoon weer een leuke dag ervan gaan maken en lekker gaan vloggen. Zoals je gisteren al waarschijnlijk had gezien. Als je de vlog hebt gezien, dan weet je het zeker. Namelijk dat Ido bleef slapen. Yes. En Ido, vertel eens even wat er gebeurde toen jij vanochtend wakker werd. Ik was gewoon een beetje aan het bewegen, want ik wilde even lekker gaan liggen. En ik voelde in één keer een natte plek bij mijn voet. Ik denk, nee, wat is dit nou? En ik had er zo'n vermoeden, ja, dat is Scoopy geweest. Ik ga even kijken, maar ik zag eerst niks. En ik zie in één keer gewoon echt een hele grote cirkel, gele vlek. Ik denk, oh no, dus ik ruik zo. Ja. Ik was wakker, ik kon niet meer slapen, yep. Ik was vet chagrijnig. Yep. Dus deze kiddo hiero, dit beest, heeft weer zitten pissen. En dit keer dus op het deken waar Ido onder lag te slapen. Maar, dus, maar, dit bevestigt dus wel een beetje dat territoriaal gedrag. Ja. Want, gisteren had Scoopy best wel de hele tijd weer, ging hij weer graven. En ik pakte hem dan in zijn nekvel bijvoorbeeld om het hem af te leren of met die plantenspuit. Maar blijkbaar vond hij dat dus toch niet zo leuk en had hij zoiets van, hey Ido. Ik pak je terug, ja. Ja, want onlangs is dus het plas van Scoopy is onderzocht door de dierenarts. En dat wilden ze doen omdat ze waren er bang voor dat hij misschien wel een blaasontsteking had. En daarom gewoon op random plekken in huis plaste. Maar nee, er is niks met zijn plas aan de hand. Heb ik trouwens al eerder in een vlog aangegeven. Voor de mensen die dat gemist hebben, weten jullie het ook. Er is niks met hem aan de hand verder. Hij is gewoon helemaal gezond. Alleen, het komt er dus op neer dat hij gewoon plast vanwege territoriaal gedrag. Dus hij heeft zoiets van, ja, maar dit is mijn territorium, dus ik plas hier gewoon eens in zoveel tijd. En dan weet hij dat het mijn gebied is. Of hij wil gewoon, ja, je terugpakken, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ik pak Scoopy even hard aan. Of gisteren was dat dan toevallig Ido. Omdat Ido deed het door, dat hij zat te graven op de bank. Dus Ido pakte met zijn nek veel beter, met de plant spuit een keer op en weet je wel. Nou, dan onthoudt die kat gewoon en denkt hij van, hé, zo pak ik je terug. Maar goed, we hebben dus verschillende oplossingen van jullie gehoord, maar ook op internet gelezen van hoe je in eerste instantie kan proberen het plasprobleem aan te pakken van je kat. Want dat gebeurt natuurlijk wel meer bij meerdere mensen. Ik ben niet de enige die een kat heeft die gewoon in huis plast, wat heel erg vervelend is. En de voornaamste oplossing die ik zag staan, die je echt als eerste moet proberen voordat je andere acties onderneemt, zoals bijvoorbeeld castreren. Want dat is uiteindelijk, ja, hopelijk niet hetgene waar het op neer gaat komen. Maar mocht deze oplossingen niet werken, dan helaas wel. Maar wat we dus eerst gaan proberen, is het kattengrind halen van Scoopy, waarmee hij groot is geworden. Dus toen Scoopy op de wereld kwam, toen moest hij natuurlijk ook wel naar een kattenbak. De eerste 12 weken, 13 weken zelfs, dat hij gewoon nog bij zijn moeder thuis zat. Toen heeft hij natuurlijk ook een kattenbak gehad met kattengrind erin. En daar heeft hij een soort van connectie mee, als zijnde het vertrouwde toilet, weet je wel. Want dat kent hij al sinds zijn geboorte. Dus wat Ido en ik nu gaan doen, is het kattengrind halen wat hij al sinds zijn geboorte in de kattenbak heeft liggen. Want ja, wij hebben altijd ander kattengrind gehad en dat vond hij nooit een probleem. Tot hij op een gegeven moment in huis begon te plassen. Dus het hele internet staat er vol mee van, yo, koop het kattengrind waarmee Scoopy of ja, gewoon je kat als eerste in aanraking is gekomen. Want dat gaat hij waarschijnlijk heel prettig vinden. En dan vindt hij het echt weer chill om te plassen, om te poepen, et cetera. Dus dat gaan we nu doen. We gaan het even ophalen, Ido. Yes. En waarom is daar zoveel rook? Zie je dat? Zou er brand zijn? Er is daar echt knijters veel rook. Ik ga het opzoeken. Ja, zoek jij dat eens even op, want dit is wel echt heel bizar. Ja, maar het is wel hele witte rook, een beetje stoomachtige rook. Ja, maar dat zie je voor de rest helemaal nergens, alleen echt daar. Misschien is er wel een fabriekachtig iets daar, maar we gaan het zien. Niks aan de hand. Niks? Nee. Oké. Nou, Scoop, wij zijn in ieder geval zo bij jou terug en ook bij Edgar. En we hebben het zeker voor het onzeker genomen door de bank te barricaderen met de matrasjes waar Ido mee heeft geslapen. Zodat in ieder geval de bank niet fucked up kan zijn als we terugkomen. Dat vond ik wel even heel belangrijk, want die heb ik net helemaal gewassen. Ik heb de hoesten eraf gehaald, allemaal in de wasmachine gegooid en weer opnieuw eromheen gedaan. Dat was echt een pleuriswerk om te doen, dus dat ga ik niet zomaar nog een keer doen. Dus Scoopy, jij gaat niet de bank onderplassen. Dat kan niet. Ik kan alleen een matrasje onderplassen. En dat mag je ook niet. Je mag gewoon helemaal niks onderplassen. We gaan jouw kattengrind halen, oké? Okay? Jouw kit grind, waarop jij voor het eerst je behoefte hebt gedaan. Dus dat moet jij wel chill vinden. En we gaan je reactie filmen, oké? Okay? Yes? En Edgar, jij doet helemaal niks fout. Jij bent gewoon cool. Kijk eens even. We got it, jongens. Het kattengrind. Plus we hebben nog even wat melk gehaald en wat cheddar cheese. We zijn geslaagd, Ido. Yes. Nog even naar de dierenwinkel. Wat moesten we nog meer halen? Urine off.
Urine off. Oh ja, inderdaad. Voor als die nog, toch nog een keer plast, dan hebben we in ieder geval iets om het mee schoon te maken. Ja, want dat is inmiddels alweer op. Maar dit hebben we in ieder geval. We hebben deze spullen in ieder geval vast eventjes ingeladen. Dus nu, RS7, Sesam, ga dicht. Hartstikke mooi. Die spoiler is ook lekker uit. Kijk eens even jongens, we hebben nog een aanwinst. Dit is een stopcontact dingetje. Die stop je dus letterlijk in het stopcontact. En dat geeft een geur af waar katten heel relaxed van worden. En een nieuw speeltje. Dus dat gaan we allebei maar eens even testen, Ido. Hey, dat is de lift. Oh. Thank you, Roy. Wanneer je handen vol hebt. Ja, inderdaad. Iets handig. Ik heb echt mijn handen vol aan. Dat nieuwe speeltje bevalt hem wel, gast. Hij heeft al het eerste stukje ervan afgebeten. Wow. Wow, maat. We willen je even schoonmaken, Scoop. Even afstoffen. Je karma voor het pissen in huis. Zo, hij heeft hem gewoon. Wow! Scoopie. Wow! Hij vreet het helemaal. Jij bent toch gewoon filmen? Scoopie. Geef die meuk, geef het. Ik krijg... Oh. Maar hij heeft volgens mij gewoon serieus doorgeslikt, maat. Ik word in de tussentijd dat ik Scoopie aan het redden ben. Nee, Scoopie. Zo, maat. Kijk, Edgar komt er ook al. Edgar is Edgar is er vanaf. Ja, Edgar is er nog. Maar even, ik had dat ding dus tussen mijn benen gestopt toen ik dat bij Scoopy weg ging halen. Ja. En Edgar die vond het vet leuk, dus die springt in één keer met zijn nagels achterin. We hebben eindelijk weer een speeltje wat Scoopy helemaal geweldig vindt. Ik zag zo. Het liggen, ik dacht, ja, dit is echt een speeltje voor Scoopy. Maat, kijk Edgar ook, kijk hem. Hij wordt helemaal gek. Scoopy heeft vanaf het begin ook allemaal veertjes liggen. Veertjes vond hij helemaal geweldig, ik zweer het. Ja. Het eerste speeltje waar Scoopy helemaal lijp van werd, was toen wij een soort van stok hadden. Die hebben we nog steeds trouwens met een veertje eraan. Nou, ik zweer het, als hij die beet had en Edgar kwam in de buurt, ging hij... Echt zo van, dat is mijn speeltje. Weet je dat nog, Dave? Dat is echt heel veel vlogs geleden. Volgens mij staat het ook op beeld. Zo ja, dan moet Timo daar nu maar even de beelden van laten zien. Oh, hij heeft hem, hij heeft hem. Hij heeft een groot beet. Scoop neemt alle speeltjes mee. Oh ja, Scoop neemt inderdaad alle speeltjes mee. Dat is waar ook. We hebben iets leuks voor jou gehaald. We hebben Catgrind gehaald. Wat jouw Catgrind is. Maar, eerst moeten we er eens voor zorgen. Kijk. Dit is hem trouwens. Maar eerst moeten we er dan voor zorgen dat de kattenbak nu... Zoals het nu is, leeg is. Dus we moeten eerst even stofzuiger doorheen halen. En daarna op de empty knop klikken. En als het goed is, gaat al het kattengrind dan in de bak eronder. Dan moeten we dat weer even wisselen, dus we hebben best wel wat te doen. Ik denk dat je hem gewoon los kan laten. Ja! Ja, nu draait de andere kant op. Dus nu gaat hij de kattenbak, als het goed is, leeg maken. Hoe sick is dit ding, jongen? Die kattenbak is zo slim ook gewoon. En dan valt het gewoon in dat gat en daardoor valt al het kattengrind eruit. Als het goed is. Nou, je ziet hier, dit is Edgar's werk. Die graaft altijd alles naar buiten. Dus dat moeten we eerst even stofzuigen. Hij heeft het voorwerk van ons gedaan. Yo, echt hè. Wat de pauper, maat. Dan gaat het. Kijk, dan gaat alles weg. Wat is dit handig, jongen, dit ding. Echt. Dit is de toekomst nog steeds, man. Echt insane. Nou, dat was al het kattengrind. Ja.
satisfying, man. Vind je niet? Ik vind het zo meevallen, maar. No! Oepsie. Niks gebeurd. Eén harmatje minder, nee. Oh, dit ruikt wel lekker ook, joh. Oh, Scoop. Oh. Scoop, kom eens kijken. Oh, dit ruikt echt lekker, ja, man. Ja, dit is echt lekker. Ja, wat ruikt het? Ja, een soort van... lavendelachtig, ja. Iets een beetje wel. Het ruikt echt anders dan wat we hadden. Laat ik het zo zeggen. Hij wilde nu al in maat. Ja. Oh, wat ziek. Hij gaat meteen plassen. Yo. Scoopy, sorry to disturb you at this moment, but... Goed zo! Goed zo, Scoop! Goed zo! Nou, nu verdient hij wel Snoopy, toch? Dit is wel echt top, hoor. Kijk dan. Ja, hij wordt helemaal gek. Hij wordt helemaal gek. Dit is precies wat op internet stond. Dat als de kat weer zijn oude kattenbak geur ruikt... Dat hij zich weer helemaal... Hij wil er het liefst gewoon in, hè? Kijk hem dan! Ik ben echt even surprised gewoon van wat hier gebeurt. Maar wat vindt Edgar ervan? Want die zit een beetje... Ja. Ja, I don't know. Nou, Scoop. Dat zou wat zijn als Scoopy... Enjoy your new shitting place. Zou wat zijn als Scoopy er nu mee stopt en Edgar eraan begint omdat hij dit kattengrin vindt. Maar nice. Ik weet helemaal niet of dit wel brokkelt. Want anders heeft deze kattenbak geen effect. Ze moeten ergens op. Snap je? Toch? Ja, ja, I get it. Als dit geen klei vormt, then we have a problem. Want dan past hij gewoon erop. Want dat is het hele ding van deze kattenbak, zeg maar. De bedoeling is dat het plas en de poep, dat klont gaat vormen. En dat te groot is voor het roostertje en daardoor uiteindelijk onderin de bak terechtkomt. Maar als dit gewoon dezelfde substantie blijft... Dat zou een probleem zijn. Dan kunnen we testen. Doe het gewoon in een bakje en giet er wat water bij. Oh. Ik ben Scoopy, ik ga plassen. Ik doe dit keer niet op de bank. Komt. Maar in de kattenbak. Ja, dat klont er zeker. Wel, hè? Oeh, ja, 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 ja. Ja, dat wordt heel nat. Ja, dat is een kleiplopje nu. Zullen we het testen? Want hij heeft net geplast. Klik gewoon op Psycho en kijk wat er gebeurt. Ja, maar ik weet niet of hij geplast heeft. Was het plast? Ja, het was zeker. Oh, Edgar zit er nu in. Ah, nou. Het zit in een bakje. Maat! Nou, of het komt, dat is nu al een beetje, denk ik. Laat het zien. Het zit gewoon vast. Gooi het in de kattenbak. Nee, dat kan je niet zijn. Nee, maat. Oh, nou, dat is gelukkig geen kattenbak. Later. Nou ja, nou maar hopen dat het werkt. Dat hij me stopt met dat pis. Want anders moeten ze ballen eraf. En dat is echt zo. The next thing. Tot dan. Is de pet remedy. Dit is dus schijnbaar iets wat je in je stopcontact stopt. En dat geeft een geurtje af. En dat geurtje, daardoor worden je katten heel erg relaxed. En dat helpt dus tegen ongewenst kattengedrag. Nou, hetgeen wat er bij ons momenteel plaatsvindt is ongewenst kattengedrag. Want Scoopy, die plast op de bank. Dus we gaan dit eens even proberen. Hoppakee. Ja, ik ga mijn kleren daar wel weghalen. Ik zie het. Goed, we hebben dus de kattenbak vervangen met nieuw kattengrind. Het kattengrind wat Scoopy altijd gewend is geweest vanaf het moment dat hij geboren werd. Dus dat zou al wat uit moeten maken. En daarnaast hebben we ook nog eens een kattengeurtje waar ze heel erg chill van worden hebben in het stopcontact gedaan. Dus als dit niet moet werken, of als dit niet gaat helpen... Ja, dan moeten we denk ik toch echt die katten gaan laten kastreren. Maar eerst wilde ik echt per se dit proberen. Dus we gaan kijken of het gedrag van Scoopy nu gaat veranderen. Laten we het hopen. Yo, Sabra! Oh, Sabra. Je zat sowieso weer op je beveiligingscamera's te kijken. Ik dit keer. Hij was aan het checken. Oh, Sabra. Are you good, bro? Are you good, bro? Je zat hier op de kei. Oh, sorry. Ja, mama. Ik ben helemaal afgeleid. Gelijk. Ja, hier zat Inootje even mee te kijken. Kijk, dus, gooi even de camera's hadden. Zit te kijken hoe ik even stiekem zo zit te kijken. Het was zo mooi, echt zo. Ja, een hoekje om en zo. Ja, ik denk er komt weer een of andere Nerf Blaster op mijn bek. Ja, of, die liggen nog in de auto volgens mij. Een partypopper. Dat doe ik niet, dat is Enzo Knolstijl. Kan iedereen toch doen? Hij deed het toch altijd als je binnenkomt. Ja, dat is partypopper in je face. Hey Don, wat gaan wij doen? We gaan de boxwedstrijd, Rieke! Hey, Rico versus Badder. Ja. Ik ben echt heel benieuwd wie er gaat winnen, gast. Want heb jij de docu gezien van Badder?
Op Videoland? Ja. Nee. Nee, die is best wel ziek, ik heb gewoon al die, ik heb gewoon de persconferenties gekeken en zo. Ja. En wat compilaties van hoe Rico ver. Ja, ik denk als Rico het wint. Rico kan incasseren als een mal, hè? Niet normaal, niet normaal. En maar dat Badder is juist wat je nodig hebt tegen Badder. Want Badder maak je de eerste twee ronden helemaal kapot. Ja, maar Badder heeft precisie. Ja. Net iets meer dan Rico. Badder heeft die precisie dat als je één klein gaatje laat vallen, bam, gelijk op je kaak of een trap of... En wat dacht je van wedstrijdervaring? Badder. Ja, nou, kom op, Rico is ook wel 6 jaar wereldkampioen of zo. Ja, maar Badder heeft meer wedstrijden gevochten dan Rico. Dat is waar. En al helemaal veel meer knockouts. Ja, maar het gaat niet om de knockouts, het gaat om de winnen. Nee, dat klopt. Maar ik ben gewoon legit heel erg benieuwd. Mij werd net gevraagd door Don in zijn vlog of ik team Badder ben of team Rico. Nou, omdat ik regelmatig met Rico heb gegamed en ook een keer zijn gym ben geweest, ben ik sowieso wel team Rico. Maar ik ben vooral gewoon enorm fan van de sport. Ik kijk echt bijna alle kickboxwedstrijden en ook UFC vind ik super vet. En ik heb er vooral gewoon zoveel zin in, omdat het gewoon echt twee guys zijn die echt aan elkaar gewaagd zijn als ze op topniveau zijn. Het wordt gewoon puur entertainment. Het wordt puur entertainment, gast. En ik ben ook niet echt voor iemand, ik wil gewoon knijterhard mappen zien. Ja, ja, ja. Ik wil gewoon... Het liefst... Ja, dat klinkt eigenlijk heel bloederig wat ik nu zeg, maar ik wil het liefst een knockout zien gewoon. Dit ja, gevecht moet eigenlijk in een knockout. Hoeft niet bloederig te zijn. Nee, dat is waar. Zo, heb je die guy met die lip? Hoe heet die ook weer? Die in midden ging? Die donkere jongen, ja, hoe heet ja, die ja, nou? Ja, even denken. Alistar, dat is zijn bijnaam. Alistar. Ja, maar het is zijn echte naam. Dat weet ik niet. Ik weet dat die Alistar, dat is zijn bijnaam, zeg maar. Ja, maar in het er was vechten. Een vent, die kreeg hier een klap en zijn hele lip was zijn open. Lip ook een Nederlandse bokser. En die stond gewoon nog te lachen zo. Ja, terwijl bizar, dit gewoon helemaal kapot. Bizar, het leek een beetje op een hazenlip toen. Op dat moment. Ja, klopt. Maar dat zijn echt van die topsporters. Hè. Die weten gewoon van ja, dit is het risico van het vak. En zulke shit kan gebeuren. En als het gebeurt, ja, f*** dat. Dan kijkt hij naar onze wedstrijden. Oh, zoveel gewonnen. Oh, ik heb zoveel op mijn rekening. Ja, ik loop al de rest van mijn leven rond met een kutlip. Ja, ik vind het prima. Een kutlip? Nee, dat zit ergens anders. Nou, zoals het vast voor schamen. Schaamlip. Hij blijft gewoon gebalanceerd stikken. Ja, en dat stokstaartje gewoon. Pak hem dan net, pak hem dan. Anders ga ik je schoonmaken, ga ik je even afstoffen zo. Een beetje hier kun je willen, een beetje hier. Een beetje op je koppie. Even stoffen. Zo, weer ook mooi schoon, een beetje op je buik. Kijk wie er is! En Spade, what's up bro? Fuck, fine bro. Jij komt ook nog even leuk het gevecht mee checken. Ja, ik snap niks van boksen, maar is goed. Hey. Hi, boks erop houden. Nee, maar een gezellig gast. Ja, goeie hè? Ja, even ja. Koude goeie groep. Gewoon koude goeie. Nu dan dan. Koude goeie. Met z'n allen lekker boksen kijken. Ik heb zin in. We moeten nog één gevecht kijken van twee randoms. Of nou ja, twee randoms. Dit is echt dikke disrespect ook gewoon. Van twee andere guys. Daar moeten we zo meteen naar kijken. En als dat gevecht voorbij is, dan is het toch echt zover. Rico versus Badder. En dat vind ik altijd wel mooi. Hè? Dan promoten ze op al die affiches en zo. En online in alle reclames dat het om 8 uur begint. Nou, vervolgens is het nu al wel 10 uur 's avonds en we hebben nog steeds geen Rico vs. Badder gezien. Maar dan heb je dat hele voorprogramma wat dus begint om 8 uur. Maar straks kunnen we er echt niet omheen, dan is het echt zover. Rico vs. Badder. Oh my days, daar komt hij, Badder Hari, hé. Woe, shit bro! Wat een beest, gek. Ja maat, het is gewoon zover nu. The wait is over. Ik ga het niet kijken. Laat maar weten. Jullie draait eruit. Ja, ik hoor hij valt van. Nee, hij heeft last van zijn poot. Kijk, hij trapt hem op zijn hartjes. Op zijn poot. Maar hoe kan je... Hij zijn enkel bleef hanken. Is het zijn rechter enkel? Nee, hij heeft heel veel gekke dingen. Hij brengt zo zijn linkerpoot. Wat gebeurt iets? Maar hij scheurt iets af. En de Rieke camera natuurlijk hier, dus... De wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badder Hari zit erop. Hari moet opgeven na deze draaitrap. Zit erop. Dit gun je niemand, jongens. Dit meen niet. Dit gun je niemand. Dit meen niet. 3 jaar kijkt gewoon de hele wereld. Ik wil niet zeggen Nederland, maar de hele wereld kijkt die 3 jaar naar uit. En dan eindigt het weer met een blessure vanuit de kant van Badder. Terwijl Badder echt de overhand had in het gevecht. Kijk, deze gast is even game hier dan. In de studio.
Heerlijk, hè? Alvast dat oefenen, jongens, voor Realistic Life, niet? Ja, zeker. Nee, dat is letterlijk wat ik net zeg. Huh? Nee hoor, dat zei je niet. 30 december, ja, niet doen of jij nou blij bent. Dan zijn wij een duo, hè, gast? Ja, wij zijn een duo. Maar niet doen of je nou net blij bent, hè? Nee, gewoon boos dat Rico en Baller gewoon niet doorgaat nu. Ik vind het echt nog steeds zo pauper, jongen. Kijk, ik was voor Rico, hoor. Dus ik ben blij dat hij heeft gewonnen. Alleen de manier waarop is gewoon niet leuk, natuurlijk. En hij gaf net zelf ook al aan in een interview van... Yo, dit is echt jammer dat het zo moet gaan. En ze gaan het weer doen, als het goed is. Ik vind het gewoon echt jammer dat het zo is geëindigd. Maar ja, helaas, ik heb het niet voor te zeggen. En de jongens die zijn nu in ieder geval even keihard aan het gamen hier, hoor. Fortnite. Er zijn er nog 22 live. Quinn heeft gewoon even 4 kills. Easy. Pauper. En Don? Eén kill. Of 1 kill. Maar wel een mooie kill. Lekker, man. Hey boys, jammer dat jullie de potje net aan niet hebben gewonnen. Maar jullie waren wel goed. Jullie zijn wel ver gekomen. Ja. Hoeveel waren jullie nou geworden? Derde, toch? Ja, zoiets. Lijp, man. Voor jullie eerste potje? Met 4 plus 3, 7 kills. Zo. Nou. Eerst potje. Toch best netjes. Maar jullie gaan nu vandoor, jullie gaan Mackie pakken? Ja. Cool, bro. Nou, dan zie ik jullie de volgende keer. Ja, ik skip eventjes Mackie. Ik heb mezelf beloofd dat eventjes een tijdje weer te gaan doen. Omdat ik in januari weer ga beginnen met die hoogtrainen. Dus vandaar. Ja, jullie gaan wel voor lekker. Wel lastig, want je wordt toch nat als je gaat zweten. Ja, anti-droogtrain. Hey boys, later hè! Later! Yo! Oh. Nou. Hey Don, jij hebt echt een lijpe auto aan, broer. Ja, popcorn en chill. Popcorn en chill. Oké. Okay. Maar die broek vind ik echt gaaf. Dat vind ik echt een lijpe broek. Lekker losse broek. Heb je er ook patent op? Nee, kippaté. Hey boys, later hè! Yo! Kijk eens even wat Roy heeft gedaan. Roy heeft zijn Fortnite video geëdit die morgen online komt. Ja. Want zoals jullie ongetwijfeld weten, komt er elke dag om 4:30 een vlog online. Maar om 4:30 natuurlijk ook gewoon een game video. En 9 van 10 keer is dat Fortnite, mijn roots, weet je wel. Of nou, ik moet eigenlijk zeggen, mijn roots is eigenlijk het spel GTA 5. Maar ja, GTA 5 ben ik wel een beetje op uitgekeken. Komt trouwens binnenkort wel weer terug. Er is namelijk een heist-update geweest. En er is nu een nieuwe heist op GTA 5. En die ga ik spelen op mijn YouTube-kanaal. Bij deze beloofd. Met de OG GTA 5-crew. Dus dan moet je denken aan Max, aan Ido. Die hier trouwens ook zit. Hello. What's up, Ido? Reno, weet je wel, dat soort mensen. Daarmee gaan we dat heisje zeker even knallen voor het YouTube-kanaal. Dus die krijgen jullie nog, of die houden jullie nog van mij te goed. En wat jullie ook van mij te goed houden, is weer een goed nieuwe vlog morgen om 4:30. Want voor nu ga ik er een einde aan breien. Dus beste kijkers, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Zo ja, dan mag je dat natuurlijk belonen met het blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dan ga ik eventjes huilen in bed, omdat ik zo erg baal van het gevecht Rico versus Baller. Dat het zo moest eindigen, maar wel... He, uiteindelijk, als je het heel zwart op wit bekijkt, is dan denk ik toch Rico echt een betere atleet en nog beter getraind. Want ja, bij hem ontstaan er eigenlijk nooit blessures en hij blijft altijd staan. En hij heeft echt 2 zieke tikken gehad van Rico. Hij heeft 2 keer 8 tellen gekregen en hij was gewoon keihard teruggekomen nog in het gevecht. Dus dat echt dikke respect daarvoor naar Rico, mijn maatje dus. Terecht de winnaar, denk ik dus alsnog. Alleen het is gewoon jammer hoe... Maar goed, ik hou erover op. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk dus tot morgen weer om 4:30 bij een nieuwe vlog. Laters.